Wiersma, u kwam met de fiets in de trein. Doet u dat vaak? Als ik met de trein ga, heb ik een vouwfiets bij me. Tenminste, voor woon-werkverkeer. Ja. Ja. Doet dit dagelijks? Nee. Alleen als ik niet ga carpoolen met mijn man of alleen op de terugweg met de fiets weer terug ga. Ja. En nou zijn dit wel hele lekkere treinen om ook je fietsen mee te nemen, hè? Hij kan er nu nog staan, maar er mag ook wel eens wat meer ruimte voor zijn. Want soms is het echt te vol. Ja, en dat is ook vooral ook lastig voor mensen die geen fiets hebben en er toch langs moeten met een buggy. Ja. Maar ik zie dat in deze trein ontzettend veel gebruik gemaakt wordt om een vouwfiets mee te nemen. Dat klopt. Je hebt ook een versie dat die rij wat langer doorloopt. Ja. Nou, dat zou bijna wel standaard kunnen op deze trein. Ja. Nou, u heeft het gezegd. En u bent vandaag op weg naar? Zuidhorn. Ja. En wat brengt u naar Zuidhorn? Daar woon ik. Zuidhorn, ja, een forense plaats, hè, vlak bij uitstek, zoals je veel ziet. Wat maakt Zuidhorn zo leuk? Het dorpse karakter vergeleken bij een stad. Maar helaas zijn ze druk bezig om Zuidhorn behoorlijk te veranderen. Dus het is nog wat minder dorps dan toen ik er ooit kwam te wonen. Ja. U zegt helaas, dus ik moet dan denken aan forse uitbreiding van Zuidhorn? Ja, nou ja, als u er straks langs rijdt, kunt u het zien. Ja. En wij woonden nou, redelijk buiten het dorp en nu komen we in het dorp eigenlijk te liggen. Dus voor mij is het een grote, nou niet een vooruitgang, laat ik het zo zeggen. Ja, bijna niet te stoppen, hè. Als je denkt van nou woon ik landelijk, dan kan er zomaar een wijk of een uitbreiding voor je deur plaatsvinden. Ja, en beter dit dan aardbevingen, zo moet je het ook maar zien. Ja, want dat is natuurlijk Groningen, daar heeft Zuidhorn helemaal geen last van. De gemeente wel, maar waar wij wonen niet. Nee. Gezien de omstandigheden, de grond, denk ik eigenlijk ook niet dat het gebeurt, maar je weet het maar nooit. Nee want als niet-Groninger hoor je er veel over, maar heel veel mensen zitten er ook niet in die omgeving. Het lijkt me soms wel heel erg lastig. Nou, als ik mijn collega's hoor die in een andere streek van Groningen wonen, dat is echt een heel groot probleem. Ja. Dat je met het dak bezig bent om het op te knappen en dat er dan alweer scheuren ergens anders in het huis ontstaan. Je raakt er nooit van verlost. Ja. En dat duurt ook nog wel even. Ja. Wat mij altijd opviel, dat er werd veel over gepraat, maar daar bleef het bij vaak. Ja, ben ik wel met u eens, maar het is nu eindelijk doorgedrongen tot in hoge kringen dat er echt wel iets aan de hand is en dat er ook echt iets mee moet gebeuren, gelukkig. Ja. Ik denk sinds de aardbevingen ook Groningen hebben geraakt, de stad Groningen. Ja. Toen was het echt. Dan moet het eerst toch dat de stad ook last krijgt voordat er ingegrepen wordt? Nou, laten we zeggen dat het spreekwoordelijke dat er eerst doden moeten vallen, dat we dat maar niet moeten wensen, maar het lijkt er bijna wel op. Ja. Aan de andere kant draait ook de economie op dat aardgas. Een probleem hebben we volgens mij wel. Hoe zou je dit op moeten lossen? U als Groninger en inwoner ook van een gebied wat wel getroffen kan worden. Nou, ik denk dat er sowieso solidariteit van de Nederlanders nodig is. Maar ik denk ook dat er gewoon in het verleden hele grote fouten zijn gemaakt. Want in Noorwegen speelt natuurlijk dezelfde problematiek. Maar hebben ze daar veel eerder over nagedacht. Hebben ze goede voorzieningen voor getroffen. Ja. En ook reserves opgebouwd die ze daarop kunnen aanspreken. Dus er zijn in het verleden echt hele grote missers gemaakt. En ook eigenlijk is er heel veel onder het tapijt geschoven. Ja. En dat is heel pijnlijk voor de Groningers die er nu mee te maken hebben. Ja.